Pringhat en Rijnhout is een hele grote motortoertocht die langs Molukse wijken rijdt op 13 april. Het is een evenement wat georganiseerd wordt rond een Molukse herdenkingsdag. De Hari Pahlawan of Hari Pringhatan op 12 april. Om daar een humanitaire invulling aan te geven, rijden wij met een hoop motorrijders langs Molukse wijken. Om geld op te halen voor het goede doel. Er wordt vanuit Groningen gestart. Hoeveel motorrijders doen er eigenlijk mee? Nou, wij schatten ongeveer bij het begin ongeveer tegen de 500 motoren die van de stad gaan beginnen. En die rijden dan door Nederland, eindpunt in Almelo? In Almelo. We doen de volgende plaatsen aan. Het is Bovensmilde, Hogeveen en dan eindigen in Almelo. Het is voor een goed doel. Welk goed doel is dat? Het zijn ondersteuning mede RMS-gevangenen. 12 april is natuurlijk een hele belangrijke dag. Het is natuurlijk de sterfdag van de president van de RMS. En tot op de dag van vandaag worden de aanhangers van de RMS nog steeds meedogenloos vervolgd, gevangen gezet. En om die reden willen wij hun zaak in ieder geval voor het licht brengen en ook geld in te zamelen om hun te ondersteunen. En wat kun je vanuit Nederland daar nou aan doen? Bijvoorbeeld, de Indonesische ambassadeur is bijvoorbeeld 2 dagen geleden was hij hier in Den Haag, internationaal gerechtshof. Wou hij de Palestijnse zaak wou hij bespreken tegen Israël, terwijl in zijn eigen achtertuin gebeurt hetzelfde. Dus daar kan Nederland wel wat aan doen, aan die hypocrisie. En er wordt aandacht aan besteed in de vorm van een grote motortoertocht. Nou ja, dat trekt wel de aandacht. Nou, dat is zeker waar. Kijk, wij zijn een motorclub, wij zijn 2 motorclubs. Wat wij kunnen is motorrijden en organiseren. En vandaar zeg maar, dat wij zeg maar, op deze manier ook aandacht vragen voor de goede zaak. Komt er veel bij kijken bij zo'n organisatie van zo'n enorme tocht? Ja, er komt best wel veel bij kijken. We doen het nu voor de 15e keer. We rijden door heel Nederland heen. Hè. Heel veel Molukse wijken hebben we aangedaan. Dus altijd weer gesprekken met lokale gemeenten, lokale gemeenschappen, zoals we vandaag in Almelo hebben gehad. Maar ook met de politie en met allerlei instanties om het tot het einde te brengen. En dat is soms best wel lastig. Je hebt een soort moment, soms ook wel een negatieve annotatie bij motorrijders. Satudara. Bijvoorbeeld. Wij proberen dan dat ook tot een positief te brengen. Maar het probleem wat we daarbij hebben is dat we eigenlijk nooit in het nieuws komen. Er wordt nooit aandacht aan besteed. Daar zijn we heel blij met deze aandacht. Waarom komen jullie nooit in het nieuws? Omdat het waarschijnlijk een te goed verhaal is. Hè? Goede verhalen zijn geen nieuws. Slechte verhalen is nieuws. Daar lijkt het op. Maar waarom zijn Molukkers zo dol op motorrijden? Ja, het begin af van jongs af aan. Dus ieder Molukker die weet gewoon wat de motorrijder is en daarom doen we dit. En wat voor motor heeft u zelf? Ja, Harley Davidson. Oké, dat is allemaal Harley's. Nou, niet bij een... Nee hoor, kijk, iedereen is welkom. Hè? Elke motorrijder met een motor, wat voor type dan ook, is gewoon welkom. Ook van elke afkomst, weet je wel. Iedereen mag meerijden, zolang ze maar het goede doel ondersteunen. Ze vinden het belangrijk dat ze weten waarvoor ze rijden. Hè? En dat ze daar ook zeg maar, een steentje bij bijdragen. Dus kijk, mensen die denken daar een feestje te vinden, dat is niet zo. Het is een prachtige herdenking voor ons. Het is een prachtige aangelegenheid. Wat gepaard gaat met een minuut stilte en met gebed. Dat gebeurt hier aan Jan Seenstraat bij Akabaha. Ja, dat klopt. Hier wordt ook, als we hier aankomen, wordt er een ceremonie uitgevoerd met een vlag die half stok gaat. Er wordt een minuut stilte gehouden. Er wordt waarschijnlijk gebeden door de dominee om zo zeg maar stil te staan bij onze herdenkingsdag. Die er eigenlijk de dag ervoor is geweest. Akabaha staat hier in wat vroeger de Molukse wijk was in Almelo. Is die Molukse gemeenschap nog zo hecht als vroeger? Dat zou u eigenlijk aan de lokale gemeenschap moeten vragen. Wij zijn hier als gast bij de Almeloze gemeenschap. En wat we net hebben gezien is echt heel goed. Weet je. Het was druk. Ja, het was druk. Grote opkomst en heel veel bijval zeg maar, om dit tot een mooi evenement te maken.